What's good allemaal? Goedemiddag. Welkom in mijn hosso. Yeah, the house. Wij ben jij de jackpot. En als ik op social media zit, dan gaat zeg maar, ik denk een ruime 95% over COVID-19. En voor de mensen die niet weten wat corona is. Ja, iedereen weet wat corona is. Dat... Ja, ik snap jouw grapjes niet. Nee, maar het zijn edit grapjes. In de edit kun je dat dan grappig maken. Oké. Over 100 jaar staat in de geschiedenisboeken dat 2020 het jaar was van de coronacrisis. Het jaar waarin alles veranderde. Alleen de avatar. Maar tot die tijd merk ik dat op social media iedereen het erover heeft. En mij lijkt het wel interessant. Wat nou als je eens wat mensen belt? Hallo, met wie spreek ik? Tijdens deze situatie, namelijk we zitten op dit moment nog steeds in quarantaine. Niemand mag de deur uit. Sommige mensen doen het toch stiekem op het fucking strand of in het Vondelpark. Even lekker... Nee. Gaat het niet worden, pik. Blijf fucking binnen. En aangezien iedereen toch binnen zit en heel bekend, influencend en YouTuber Nederland thuis zit en werkloos is waarschijnlijk. Dat ze niet die mooie Instagram foto's op de grachtjes kunnen maken. Of niet de mooie opnames kunnen doen in hun plaatselijke studiootje. Om die reden lijkt het me wel interessant om te kijken of ze mijn hulp kunnen gebruiken. Want voor je collega's moet je klaarstaan. Ik heb respect voor de mensen in de zorg. Ik heb respect voor de mensen in de vitale beroepen. Maar ik heb ook respect voor mijn collega's. En ik ga ze even vragen of ze nog hulp kunnen gebruiken. We beginnen met... even kijken. Ja, dit gaan we doen. Nee, man. Ben je binnen? Ik ben binnen, man. Quarantaine. Ik vroeg me af, aangezien wij influencers het nu toch zwaar hebben, hoe heftig het bij jou is. Nee, man, natuurlijk niet, man. Met gestekt, hoor. MLP. Ik ben al meer dan een week binnen op dit moment. Ja. Gewoon dat je niet naar buiten kan, dat is heel wat ding, snap je? Ja, precies. Het gaat dus stabiel. Als je nog mijn hulp kan gebruiken, dan bij deze. Jij hebt een soort van magneet om je heen voor campagnes, hè? Als je een paar op me kan gooien, kijk, tuurlijk, er komen nog wel wat dingetjes binnen, maar meer mag altijd. Maar kan je even 20 euro overmaken doen? Ja, is goed. Stuur maar tikkie, stuur betaalverzoek. Ik wil echt die koude 20 euro. Met Juicy gaat het prima op dit moment. Het zijn toch lastige tijden. Oh, ik heb het betaalverzoekje van Juicy. Even kijken, screenrec. Let's go! QC is betaald. QC kan weer een week eten. Als je... We moeten ook denken aan onze vrouwelijke influencers. Zeker, die hebben het ook zwaar. Daarom bel ik mijn grote vriendin. The one and only. Jimmy, hallo. Hey, lieverd. Hou je het vol? Nee, jij? Nee, ik wilde even checken of je wel binnen was. Nou ja, dat is belangrijk. Ik wilde dat even checken. En ik voelde me ook even afvragen in deze donkere dagen. Kan ik je nog helpen? Met wat? Nou, was lief bedoeld hoor. Misschien dat er nog campagnes zijn gecanceld of zo. Ja, alle campagnes zijn gecanceld. Kut. Maar gaat het goed met jullie? Jazeker, ik ben op dit moment gewoon even een video aan het opnemen, dus alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt. Jij mag mij niet zomaar bellen. Ik heb jou nog nooit zomaar gefacetimed. Hey, hou je vrienden met boven. Ja, ik weet niet dat ik jou moet bellen. Succes, sterkte, als je mijn hulp nodig hebt moet je het zeggen, blijf binnen. Dat is dus geen. Ja, die redt zich wel. Die heeft het allemaal goed voor elkaar. Ik ben trots op deze vrouw. Oh, Kai Gorgels, die neemt toch nooit op. Het zit letterlijk in een documentaire over influencers. Dus op zich, ik zei het toch, Kai Gorgels neemt nooit de fucking telefoon op. Nooit. Nou, dan bellen we nog even een well-famous influencer. Ja. Oh, nu doet hij het wel. Ben je, wat, hè? Binnen blijven, Gio! Ik ben in de tuin bij mijn ouders. Wacht, mijn liedje valt weg. Lekker naar binnen, dat is beter ook. Je zou toch denken dat al die influencers zo'n goede wifi-bundel hebben? Hey! Oh, nu ben ik erbij. Je bent binnen. Jezus, deze man kan ook, er kan helemaal niks. Is dat mijn internet? Hé, hey, gaat goed dit, hè? Zo. Ja. Ik vroeg me af of je het zwaar hebt. Al mijn campagnes zijn afgezegd. Oh, sad, man. Ja, ik bel even voor mijn collega's, want kijk, ik vind dat de mensen in de zorg en in de vitale beroepen doen het allemaal super goed. Dus ik ben er super trots op. Maar ik vind dat we ook om de influencers moeten denken. Ja, sowieso. Zware tijden. Maar ik bel even om te vragen hoe het met je gaat, om te checken of je wel binnen bent en om te vragen of ik je nog kan helpen. Ja, je mag gewoon wat extra geld overmaken naar mijn rekening. Wat? Ik moest net ook al geld overmaken naar QC. Ik ga je tikjes sturen. Nee, oké, zeg niet hoeveel. Cool, nou dit was totaal niet voor de video. Nee, had ik niet. Oké, okay. Succes daar, goed zijn je ouders. Nee, wat is dit met al die tikkies? Denk je dat je welvarend influencer landschap beland bent? Nou nee.
skere tata's allemaal, jongen. Iemand die ook heel actief is in deze coronatijd is Giel van Stuk TV. De enige echte. Is in gesprek. Giel heeft mij een tikkie gestuurd. Wat denk je? Ik denk 50 euro. Bijna. 2,50. Ja, die ga ik maar even betalen. Zo. Zijn jullie werkloos? Nee, ik ben te druk hier bezig, ja. What the? Ik ben even een rondje aan het doen bij al mijn influencer vrienden. En we hebben het toch zwaar met z'n allen. Nee. Het is anders. Het is anders. Maar hoe worstelen jullie hier doorheen binnen die muren? Wat wij doen is, we maken maar extra video's, want alle shows zijn gecanceld. Maar campagnes blijven gewoon binnenkomen. Netjes! Ik sprak net ene Gio Latoy. Die heb ik geld moeten overmaken, omdat die, omdat als er, ja. Nou, hou vol, lieve mensen. Als ik wat voor jullie kan doen, moet je het zeggen. Oké. Bye bye. Doei. Nou kijk, het gaat helemaal niet zo slecht. Eindelijk mensen die weten hoe het is om een beetje op je geld te letten. Mensen die niet om tikkies gaan sturen. Nienke en Resly, you are the best. Oké, nog eentje dan. 1,5 miljoen abonnees. Gaat hartstikke goed. Zag wel dat hij een video had geüpload waarin stond geen top 10 vandaag. Ik weet dat deze jongen ook altijd vanuit kantoor werkt. En dat gaat natuurlijk nu niet meer gebeuren. Dylan Hagens. Hé hey, maat, alles wat je zegt wordt totaal niet gefilmd. Nee, ja, kijk, ik bel even mijn collega's om te vragen hoe ze deze tijd doorkomen. Dat is vrij heftig, man. Hele kantoor is leeg, behalve Rens. We hebben hier 1,5 meter afstand, minimaal. Netjes, jongens. Netjes. En wij zijn bezig met het editen van een nieuwe serie. Maar ja, dit is alles wat op het kantoor is nu. Maar ja. hebben jullie ook opnames en zo even, zeg maar, gecanceld en alles? Ja, hè? Fuck, hé! Ja. Jij, joh? Ja. Ik wilde gewoon even checken hoe de tendens is, weet je? Want jij hebt gewoon een goede basis. Dus het is, als wat snabbels van jou gecanceld worden, sta je niet per se op straat. Maar ja, er zijn natuurlijk ook influencers die nu denken, kak, al mijn campagnes gaan niet door. Ja, zeker. Ja, het enige is, kijk, wij hebben gewoon een heel team. En ja. Die moet ook allemaal doorbetaald worden. Maar ja, het doet wel even pijn, ja. Ja, fucked up. Komt ook goed. Hey, en afsluitend, als ik je nog ergens mee kan helpen, dan ben ik er voor je. Dus je moet mij even laten weten als er nog iets is. En ik maak geen geld over, want dat heb ik net al bij QC en Gio gedaan. Daar heb je geld over gemaakt? Ze sturen mij gewoon tikkies, hè? Van QC snap ik het nog wel, maar ja, Gio stuurt 2,50 euro. Maar hey, ik ben een man van mijn woord, dus ik heb het gewoon overgemaakt. Ik heb voor nu even niks nodig, maar misschien in de toekomst toiletpapier. Ik hou je wel op de hoogte. Oké, ik heb nog een mandje toiletpapier. Mog vast wel eentje. Groetjes, hè, Daro en dan Marit. Haije. 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 Wie zegt haije? Conclusie, influencer Nederland heeft het prima.